Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Quality Bookings TV. Vandaag weer op locatie bij Finley het Witte Huis in Loosdrecht. En vandaag hebben we weer een bijzondere gast in de uitzending. En we gaan het vandaag hebben over sport, over yoga en over geschiedenis. Vandaag spreken we met Floris Evers. Welkom. Ja. Leuk dat je er bent, dat je tijd kon vrijmaken in je agenda. Zijn dit drukke maanden voor jou, de zomermaanden? De zomermaanden qua business valt het wel mee. Maar genoeg te doen, altijd genoeg te doen. Je zei het net al. Ik heb genoeg dingen gedaan en ik zit nooit stil. Leuk. Floris, we gaan straks helemaal over jouw hockeycarrière praten. Over je andere dingen die je gedaan hebt en nog steeds doet. Maar eerst willen we altijd even een beetje compleet beeld maken van de persoon die we in de uitzending hebben. Kan je even kort vertellen wie Floris is en een stukje over je jeugd? Ik zal proberen kort te houden. Ik ben de jongste van 4 kinderen. Okay. Ik ben 30 en het rijtje wordt mooi afgemaakt met 2 zussen, 31, 32, 33. Dus okay. We zitten dicht op elkaar. Ja, gezin, snel, gezin van 6. Geboren in Tilburg, opgegroeid in Groningen en nu al 12 jaar wonend in Amsterdam. Is het een voordeel of een nadeel om de jongste te zijn? Ik heb het altijd als een voordeel gezien. Ja? In wat voor opzicht heb je dat gemerkt? Nou, ik heb veel geleerd van de goede en foute dingen, keuzes van mijn broer en zussen. Okay. Ik ben niet echt verwend, maar ik heb gewoon een hele onbezonnen jeugd gehad. Okay. En, ik vond het vooral heel leuk dat de tafel altijd vol was. Daar. Ja. Uit wat voor gezin kom je? Ondernemersfamilie of creatieve familie? Sportfamilie? Van alles wat. Sport ook wel. Ik weet niet van wie ik het heb eigenlijk, het sporten. Okay. Van mijn moeder. Mijn moeder zegt van mijn moeder en mijn vader van mijn vader. Okay. Vader ondernemer geweest ook. En eigenlijk, wat ik net al zei, onbezonnen jeugd. Alles ging goed. 2 keer per jaar op vakantie. Gelukkig ook de keerzijde gezien. Niet gelukkig, okay. Niet altijd leuk, maar wel dat je beseft dat het niet vanzelfsprekend is dat je 2 keer per jaar op vakantie kan. Oké, okay. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, mijn ouders hebben ook wel eens in zwaar weer gezeten. Okay. En dat leerde mij wel, dat heeft me wel volwassener gemaakt. En doen beseffen, wat ik net al zei, dat niet alles vanzelfsprekend is. Ja. Dus een lekkere, stabiele jeugd gehad? Ja, absoluut. Fijn. Laten we gelijk een sprong maken naar je hockeycarrière. Hoe ben je daar toen begonnen? Is dat in je jeugd al ontstaan? Ik kom uit een hockeygezin, okay. Maar ik ben eerst gaan voetballen als okay. Jongetje van 9. Dat vond ik eigenlijk leuker. Ja. En toen, omdat mijn 2 zussen en broer op hockey zaten, leek het vanzelfsprekend dat ik dat ook ging doen. Ja. Ik hield eigenlijk de voetbal vast en met tranen in mijn ogen ging ik toch maar op hockey. Okay. Maar bleek achteraf een goede keuze. Ja, want voetbal voetbal ook niet, heel leuk en zelfs nog in mijn jongere jaren, ja. Als wij met vriendjes vrij hadden, dan gingen we naar het voetbalveld in plaats van het hockeyveld. Mm-hmm. En nog steeds op een mooie zomeravond bellen we vriendjes en dan gaan we in het Vondelpark toernooitje spelen. Okay. Dus het zit er nog wel. Ik moet wel zeggen, als je ouder wordt en je serieuzer hockey gaat doen, is het lastiger te combineren. Oké, okay. Want wat wil je, waarom ben je zo blij dat je die keuze hebt gemaakt voor hockey en niet voor voetbal? Nou, het is niet verkeerd uitgepakt. Nee. Ik heb het Nederlands team gehaald en... Had je verwacht dat je dat met voetbal, dat je niet dat niveau had bereikt? We will never know. Nee, precies. Maar, laten we er maar van uitgaan dat dit de beste keuze is. Dit was gewoon een goede keuze. Ja. Ik heb er nooit spijt van gehad. En dat is goed, denk ik. Leuk. Kun je even kort vertellen wat voor, hoe je hockeycarrière is verlopen? Welke titels je hebt behaald? Waar je terecht bent gekomen uiteindelijk? Ja, in de jeugd is altijd gehockeyd. Altijd in de Nederlandse jeugd ook gezeten. En uiteindelijk op mijn 19e gedebuteerd in het Nederlands team. Okay. Op mijn 21e zilver gewonnen in Athene. Ik had tot die tijd nooit op de bank gezeten, daar vertel ik ook over in presentaties. Okay. En 4 jaar later dacht ik als ervaren jongen mee te gaan, maar viel ik 3 weken van tevoren voor de Olympische Spelen af. Oké, okay, dat was in 2008, hè? 2008. Ja. Toen wou ik eigenlijk stoppen met hockey en fulltime werken, okay. Want ik had het cirkeltje wel gezien. Ja. Maar toen lag ik een avond in mijn bed, ik kon niet slapen en ik denk, ja, ik wil toch eigenlijk zelf mijn einde regisseren. Ja. Toen ben ik teruggeknokt en als aanvoerder 4 jaar later naar de Olympische Spelen van Londen gegaan. Nou, dan noem je denk ik een van ook jouw meest belangrijke eigenschappen, misschien wel het doorzettingsvermogen. Is dat ook een van de redenen waarom je denkt dat je zo succesvol bent geweest in hockey? Nou, wat ik zei, vroeger nooit op de bank gezeten en alles ging redelijk easy. Ja. En als je dan klappen krijgt of bijvoorbeeld een keer afvalt in je sport, dan leer je dat het dus allemaal niet vanzelfsprekend is. Ja. En daar goed mee omgaan is wel een, misschien kan je het wel een passie noemen. Ik vind het mooi om van tegenslag iets moois te maken. Ja. Interessant. Hey, en kan je wat vertellen over die trainingen op het gebied van hockey? Waren die heel intensief of viel dat wel mee? Of heb je heel hard moeten werken om uiteindelijk met je team, hè, want hockey is natuurlijk een teamsport, om die top te bereiken? Nou, topsport is sowieso hard werken. Ja. Voor een Olympische Spelen bijvoorbeeld train je bijna elke dag, soms al 2 keer. Ja. Maar het is met een team, je zei het al, en dat is toch makkelijker dan voor mij dan als individuele sporter. Want als je het even gehad hebt, heb je het met 16 man gehad. Ja. Dus we hebben wel eens, dacht ik van jezus, gaan we weer naar een training. Ja. Maar naarmate ik ouder word, ging ik het steeds meer waarderen dat ik het kon doen en wat ik ervoor terugkreeg.
Dus, ja. Maar ik kan me voorstellen dat er ook heel veel nadelen zitten aan een team. Want je zit natuurlijk, kijk, als je alleen zwemt, dan ben je altijd afhankelijk van jezelf. Maar als je met 16 man bent, heb je natuurlijk ook 16 andere personen waar je rekening mee moet houden. Ja, bij mijn profiel, ik heb een drijfverenopleiding al gedaan. En ik vind het gewoon heel mooi om samen te werken en met mensen naar een doel toe te streven. Ja. Dus het is niet zo dat als ik verlies en ik zelf goed was, dat ik zeg, shit, was mijn team maar beter. Ja. Ik vind het in een team veel mooier eigenlijk. Is dat iets dat ook als een rode draad door je leven heen loopt? Iets met elkaar doen? Ja, ja, zeker weten. Ik zou ook niet alleen maar alleen willen werken. Ik wil gewoon samen met mensen, eigenlijk mensen laten groeien. Dat doe ik nu in mijn werk, waardoor ik zelf ook groei. Dat vind ik het mooist. Ben je helemaal gestopt met hockey? Of? Nee, ik hockey nog in Amsterdam. Ja. En dat kan ik combineren met mijn werk, want het is na werktijd. Okay. En dat is vergeleken met het Nederlands team een stuk minder. En ik hockey nog één keer een maand per jaar in India. Okay. Competitie. Leuk. Want je doet ook wat om de jeugd op te geleiden volgens mij, hè? Je hebt een eigen soort experience. Nou, ik heb een hockeykamp opgezet, meer om kinderen plezier te geven. En je ziet steeds meer in de sport trainers die die kinderen een beetje murf slaan en alleen maar willen laten trainen en tactisch allemaal ingewikkelde dingen doen. Ja. En ik dacht, die kinderen moeten gewoon sport bedrijven omdat ze het leuk vinden. Leuk. Dus heb ik als een soort, het is eigenlijk meer een stichting dan een bedrijf. Nee, precies, maar het is wel iets wat je, waar je hard naar uit gaat nemen. Ik zou aan om de jeugd een beetje zo te helpen. Ja, iets teruggeven aan mijn sport. Ik ben nu ook manager van Jong Oranje geworden. Okay. Die hebben WK in India, maar ook meer om de teamsfeer goed te krijgen en om die gasten een paar procent beter te maken. En dan vooral mentaal. Okay. Leuk. Hey, en heel iets anders, je hebt ook geschiedenis gestudeerd. Ik het zo mag zeggen. Dat klopt. Kan je daar kort wat over vertellen waar die passie vandaan komt en wat het precies inhoudt? Nou ja, in hoe ik opgroeide zeiden mensen altijd je moet rechten of economie gaan doen. Mm-hmm. Daar heb ik ook over nagedacht. Ik dacht, nou, ik vind geschiedenis eigenlijk het leukst. Okay. Dus ik ben dat gaan studeren en ik kreeg wel het verwijt toen ik afstudeerde van mijn begeleider dat hij zei, soms ben je iets te subjectief voor geschiedenis. Dus je moet wel bij de feiten blijven. En dat klopt ook wel, want ik ben misschien meer een filosoof dan een historicus. Okay. Ik vond het meer interessant waarom mensen in het verleden bepaalde keuzes gemaakt hadden. Dus de grote leiders en dat soort zaken. En uiteindelijk na mijn studie ben ik ook eigenlijk echt veel meer filosofieboeken gaan lezen. Okay. Eigenlijk levenswijsheid, die vraag triggert mij meer dan per se geschiedenis aan zich. Kan je daar het verschil tussen noemen? Waarom je de filosofische kant wat meer trekt dan nou ja, wat ik net zei, de feiten ook interessant, maar dan vervolgens daarover nadenken wat dat met iemand doet en waarom mensen bepaalde keuzes maken. Persoonlijke ontwikkeling vind ik eigenlijk meer interessant. Okay. Dus geschiedenis was een hele mooie studie, heb ik veel van geleerd. Ja. En in die end merk ik dat ik vooral de filosofie dan nog leuker vind. Okay. Doe je überhaupt nog iets met die geschiedeniskant? Of? Nou ja, het is een universitaire opleiding. Dus het is een Master of Arts, zoals dat heet. En die heeft me ook wel geholpen om in het bedrijfsleven bij Boer en Kroon bijvoorbeeld binnen te komen. Want zonder universitaire opleiding kom je daar niet binnen. Okay. Dus dat heeft zijn waarde. Los van dat ik het heel leuk vond, was het ook handig om maatschappelijk aan de weg te timmeren. Okay. Kan je kort even wat vertellen over wat je nu op dit moment doet? Je hebt een performance coach. Ja. Kun je uitleggen wat dat is? Nou, performance coach. Eigenlijk wat ik net zei is, wil ik bedrijven helpen om te groeien. En dat doe ik door mensen te laten groeien. Okay. Bedrijven aan zich groeien. Ik geloof erin dat ze gaan groeien als mensen groeien. En dat kan met individuen zijn, dus persoonlijke coaching. Of dat kan door hele gave journeys te organiseren. Eigenlijk maken wij programma's op maat voor bedrijven en denken we met hun mee. Om uiteindelijk de business te verbeteren. Oké, neem ons eens mee. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Kan je zo'n praktijk voorbeeld noemen? Nou, tegenwoordig zie je heel veel duurzaam presteren is toch wel een item. Hoe ga je met je energie om? Ja. Dus daar geef ik workshops over. Okay. Soms word ik alleen maar gevraagd om een uur te inspireren. En ik probeer altijd wel in elke sessie die ik doe, of het nou een uur is of een paar dagen, het collectief bewustzijn te veranderen. Okay. Waardoor ook mensen daadwerkelijk anders naar buiten stappen. Ja. Maar een sessie kan dus een inspiratiesessie zijn van een uur. Het kan ook zijn dat we een klant 2 dagen mee op pad nemen. En dat we van begin tot eind regelen dat ze op bestemmingen unieke locaties zijn gekomen. Ja. En daar met elkaar in gesprek gaan, levensverhalen delen. Maar ook gewoon op inhoud qua business. Ja. En waarom nemen bedrijven jou daarvoor? Waar ligt jouw sterke kracht? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben ingerold omdat ik het gewoon heel leuk vond om te doen. Ja. Vroeger deed ik praatjes voor niks en uiteindelijk groeide dat uit in hetgeen ik nu doe. Ja. En Peak 4, daar werk ik nu voor. Wij groeien in tijden dat toch niet iedereen groeit, dus iets doen we goed. En wat is Peak 4? Is het bedrijf waar ik dan voor werk. Okay. En wat voor bedrijf is dat? Ook performance programs. Customized performance programs, zeggen wij het chic.
Het zijn niet alleen lezingen die je geeft. Je begeleidt bedrijven ook door hele processen heen. Kan ik me zo voorstellen, leg een probleemstelling bij jou neer. We lopen ergens tegenaan. Help ons daar overheen. En dan ga jij daar een maatwerkprogramma omheen schrijven. Zie ik zo voor me en ze daarin begeleiden. Ja, dat klopt. Ja. En vaak zijn de problemen wel hetzelfde. Mensen hebben wel ook al verschillen. Maar de behoeftes kan je wel allemaal opschrijven. Ja. Alleen is de current situation is anders. Ja. En wij helpen ze dan naar de gewilde situatie te komen. Ja. En dat gaat de ene keer sneller dan de andere keer. Bijvoorbeeld een cultuurverandering kan je niet in een paar dagen bewerkstelligen. Nee, dat begrijp jij ook. Maar ja, ik vind het juist mooi wat ik nu doe, dat ik zoveel verschillende dingen doe. Dus alleen presenteren zou ik te eendimensionaal vinden. Okay, en juist die creativiteit. Nou, je noemde net al yoga. Mm-hmm. Soms gaan we met advocaten gaan we een yoga sessie doen. En ja. die zitten normaal in een pak achter hun bureau en die staan dan op hun hoofd. Geestig, ja. Dan gaan we zo nog even over yoga door. Ik wil nog heel even, want merk je ook dat er in deze tijden, en dan heb ik het even over, we hebben te veel interviews ook over de crisis uiteraard, dat is toch iets wat heel erg leeft bij bedrijven, bij mensen, is dat juist nu ook er meer behoefte voor bedrijven zoals jullie? Ja, ik denk ook dat veel bedrijven zoals wij het moeilijk hebben. Alleen hetgeen wij doen slaat wel aan, heb ik het idee. Maar is dat omdat bedrijven daar nu niet in willen investeren? Of, want je zou juist zeggen, in deze tijden wil je juist ook weer die positivisme weer terugbrengen bij je personeel. En daar zijn bedrijven zoals jullie natuurlijk ideaal voor. Ja, die klanten hebben we. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, hey, we hebben geen geld, we gaan niet in onze mensen investeren. Ja. Je moet ook durven voor de lange termijn te gaan en zeggen van, eigenlijk de mensen zijn ons bedrijf, daar gaan we in investeren. Maar je ziet dat het spannend wordt, dat veel bedrijven toch kostenreductie gaan doen. Ja. En juist de persoonlijke ontwikkeling en dat soort zaken juist gaan snijden. Dat is een slechte keuze? Het is een keuze die te verantwoorden is, maar in mijn overtuiging denk ik dat het goed is en dat het bij de mensen begint. Ja. En wat ik heel erg merk ook bij andere interviews met sprekers, is dat juist nu in deze tijd heel erg de nadruk ligt op de mensen. Hè? En op tevreden stellen van mensen, ze productief maken, maar ook echt investeren in je personeel. Merk jij dat ook dat dat die trend wel meer is dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden? Ja en nee. Twee stromingen. Ja. Dus wat ik net al zei, als het spannend wordt bij sommige bedrijven, sommigen die gaan juist volledig aan de kostenkant zitten. En die doen het minder. Mm-hmm. En anderen die geloven er heilig in en die gaan het juist meer doen. Ja. Dus het is niet zo zwart-wit zoals... Okay. Wat gebruik je uit je sport nu in dit bedrijf? Het is goed om te zeggen, veel sporters, en je hoort ook vaak dat mensen zeggen, ja, sport en bedrijfsleven, en dat heeft veel overeenkomsten. Ja. Ik denk wel dat er zeker, want je bent met mensen bezig, veel metaforen in zitten en veel overeenkomsten. Ja. Maar dat het ook wel daadwerkelijk een andere tak van sport is, om het zo te zeggen. Ja. Kijk, in sport heb je een gemeenschappelijk doel, stel de gouden medaille. En dat is niet moeilijk om elkaar daar enthousiast voor te krijgen. En is het bedrijfsleven veel anders? Nou, je hebt ook wel hele grote bedrijven waar mensen gewoon op de payroll staan. En als je niet uitkijkt, doen ze op vrijdag 6 uur de deur dicht. Dan denken ze, ik kan mijn weekend in. Ja. Dat is toch een andere gemeenschappelijke deler dan in de sport. Ja. Dus ik ben altijd voorzichtig met te zeggen van het is 1-op-1 hetzelfde. Okay. Ja, want je merkt inderdaad dat het vanuit het bedrijfsleven veel interesse altijd is voor sporters. Ook voor lezingen, voor sprekers. Omdat die voor de meeste mensen toch wel het gevoel hebben dat het redelijk parallel aan elkaar gaat, sport en... En ik ben blij dat ik zelf bedrijfsachtergrond heb, omdat ik dan toch ook zie dat het dus niet altijd hetzelfde is. Ja. En ik probeer bij een bedrijf, als ik daar een lezing geef of een traject mag doen, probeer ik de context goed te begrijpen. Ja. Omdat het toch altijd anders is. Ja. En dan zie ik jou zo zitten, ik zie toch een nuchtere Hollandse Amsterdamse jongen. Klopt dat? Ben je ook geboren in Amsterdam? Je woont nu in Amsterdam? Ik ben geboren in Tilburg. Oh, in Tilburg, ja. Opgegroeid in maart, daar heb ik een halfjaartje hier gezeten. Ja. Nee, ik voel me wel steeds meer Amsterdammer. Ja. Ik zit al 12 jaar in de Jordaan en daar ga ik niet meer weg voor lopen. En dan toch op je cv yoga, dat klinkt dan weer ineens heel zweverig. Of valt het heel erg mee in de praktijk? Dat valt mee. Ik ging na de Olympische Spelen op wereldreis, 6 maanden. En dan ging ik eigenlijk allemaal dingen doen die ik altijd al een keer had willen doen. Okay. Dus in de Himalaya wandelen, met de Maasai in Afrika optrekken. En ik ben ook dus een maand lang yoga meditatie in India gaan doen. Okay. En mijn familie zei, blijf niet in een klooster hangen, kom alsjeblieft terug. Ja. Maar ik kwam eigenlijk nuchterder terug dan toen ik ging. Okay. Dus het klinkt zweverig, maar het is eigenlijk niet meer dan een keer ruiken aan de Oosterse filosofie en kijken wat ik daar weer van kan leren in mijn persoonlijke ontwikkeling. En neem ons eens mee daar naartoe. Hoe gaat zoiets een maand lang? Nou, zo'n maand, het is een maand in een ashramachtige omgeving, dus dat is niet zo chic. En met 21 vrouwen en 2 andere mannen, dus met 24 waren. Oké, was dat ook een van de redenen dat je dat... Nee. Ik zeg het meer omdat vrouwen dat toch sneller doen, blijkbaar. Ja.
Naast mij zat een vrouw de eerste dag van 60, die legde de benen in de nek. En ik kon mijn knieën amper aanraken. Okay. Dus dat was wel confronterend, want een maand daarvoor had ik een medaille gewonnen op de Spelen. Ja. En nu was ik toch wel het lulletje van de klas. Okay. Maar heel leerzaam, ja, van 5:30 ochtends tot 6:00 avonds. En veel meditatielessen, ademhalingsoefeningen. Chanting, zingen is dat met z'n allen. Ja, en het een spreekt me aan, het andere niet. Dus ik zeg altijd tegen mensen, doe vooral waar jij van denkt dat je iets aan hebt. Ja. Er is niet een soort recept wat voor iedereen werkt. Ja. En want je noemt natuurlijk het lichamelijke aspect, hè, van de benen in de nek leggen en zo. Maar ook het psychologische aspect van yoga. Kan je daar iets over vertellen wat jou daar het meest in geraakt heeft? Nou, ook dit heeft weer veel metaforen met de sport of overeenkomsten. Bijvoorbeeld als je op zo'n mat staat en je ziet iedereen zijn tenen aanraken. Jij kan dat niet. Dan moet je accepteren dat je dat op dat moment niet kan. En dat kom je in het werk toch ook tegen. Het is crisis, dus een aantal dingen kunnen minder moeilijk. Dus dat is dan een metafoor voor accepteer waar je staat. En dat is voor niet alle mensen even makkelijk. Dus zo probeer ik ook weer eigenlijk het op de mat staan te vertalen naar dan wel sport, dan wel werk. Ja. En dat is een mooie manier om mensen bewustzijn bij te brengen. Leuk. Hey, en we hebben het er net al een klein beetje over gehad, over je lezingen en workshops. Hoe ziet een lezing van jou eruit? Ik noem mezelf ook wel eens creatief consultant. Okay. Dus het is niet zo dat ik zeg hoe vaak ik pasta gegeten heb en trainen in de week. Maar ik probeer op een creatieve manier mensen te prikkelen. Ja. En dat kan van alles zijn. Ik ga wel eens het Wilhelmus zingen om wat energie in de tent te krijgen. Okay. Je komt op een congres en je gaat het Wilhelmus zingen. Ja, ja okay. Dat vond ik de eerste keer spannend, maar nu is dat eigenlijk gesneden koek. Ja. Met welke beweegreden? Om even iedereen wakker te maken. Ja, ja. En omdat het Wilhelmus voor mij in de loop der jaren meer lading gekregen heeft. Dus als je een keer afvalt, besef je van hey, het is toch wel bijzonder dat ik weer voor zo'n groep mag staan. Ja. Soms doe ik ademhalingsoefeningen met mensen. Okay. Soms ben ik gewoon in dialoog, in gesprek. Soms bereid ik niks voor en vraag ik van wat willen jullie weten van een sporter. Mm-hmm. Wat ik soms spannend vind, maar wat een beter resultaat kan hebben. Ja. Komt dat lekker op gang in de praktijk ook dan? Als je dat, ik heb eigenlijk tot nu toe altijd wel goede ervaring met mijn presentaties. En het is niet zo belangrijk wat ik ervan vind. Nee. Maar ik word vaak teruggevraagd, dus het zal wel. Dan meestal het mensen zal het wel leuk vinden. Nee, maar ik word blij van mensen inspireren. En, Want wat zijn een beetje de thema's waar jij je het meest prettig bij voelt? Ja, dat loopt heel erg uiteen, maar vanzelfsprekend over sport. Ja. Hoe om te gaan met tegenslagen. Okay. Is succes een keuze? Vraagteken. We zijn toch geneigd om te zeggen dat succes een keuze is. Zeker sporters die veel gewonnen hebben, die roepen dat. Ja. Als je maar de juiste beslissingen maakt, komt het gewenste resultaat vanzelf. Daar geloof ik minder in. Okay. Die dialoog aangaan vind ik interessant. Okay. En wat kun je kort wat jouw mening daarover schetsen? Kort is heel lastig. Okay. Maar ik geloof wel dat je na bepaalde vrijheid hebt om ten opzichte van alles wat je meemaakt zelf te reageren. Okay. Dus daarin ben ik wel een optimist. Ja. Mensen hebben meer in hun hand dan ze soms denken. Okay. Maar ik durf niet zwart op wit te zeggen dat je alles zelf in de hand hebt. Nee, precies. Daarmee zou je ook tekort doen aan de mensen die in zwaar weer terechtgekomen zijn buiten hun schuld om. En daar geloof ik ook in dat het kan gebeuren. Dus ik wil ook wel nederig zijn. Nou, heb je op je cv ook positieve psychologie staan? Is dat een beetje verweven met wat je net vertelde of is dat weer iets heel anders? Nee, dat is inderdaad heel simpel. Tegenwoordig kan je online wat cursussen doen. Ja. En ik heb een cursus Positive Psychology gedaan. Meer omdat ik de literatuur interessant vind. Ja. Het is een nieuwe stroming in de psychologie. Vroeger ging het alleen maar om angstreductie, dat soort zaken. En deze kijkt meer naar wat maakt ons gelukkig. Okay. En die stroming bestaat nu een aantal jaar en daar leer ik veel van en gebruik ik ook veel van in mijn workshops. Ja, dus in plaats van het negatieve aan te pakken, ga je aan het werk met de positieve dingen. Ja, meer de vraag van wat is er en wat is er voor positiefs en wat is nou eigenlijk geluk, wat is happiness en, en hoe kunnen we dat bereiken. Doe je dat ook 1-op-1 sessies? Ik doe ook coach sessies 1-op-1. Okay. Maar zakelijk of ook privé? Kan me ook privé. Wat ik wel geleerd heb is, als mensen privé vragen hebben, dan kunnen ze bij mij terecht. Ik vind het wel belangrijk om te zeggen, er zijn ook geen waarheden. Dus het is niet zo dat ik het allemaal weet. Nee. Verre van zelfs. Maar ik merk wel dat het wel soms ook verstandig is om gewoon thuis te zijn. Ja. En daar niet de coach te gaan uithangen. Nee, precies. Je hebt geen praktijk aan huis of zo. Gelukkig niet. Maar je op deze manier. Nee, ik denk ook niet dat bijvoorbeeld mijn broer en zus me heel serieus zouden nemen als ik dat. Nee. Okay. Vroeger als ik een boek gelezen had, dan duwde ik hem onder een ogen en dan zei ik, je moet dit lezen. Maar ik heb wel geleerd dat men pas in beweging komt als ze zelf willen. Ja. Dus daar ben ik wat rustiger in geworden. Waar komt die interesse bij jou toch zo vandaan na het
naar de mens, naar die psychologische kant, het mysterieuze. Als we deze vraag konden beantwoorden. Ja. Dan zou je heel stuk verder zijn. Ja, in de positive psychology heb ik geleerd dat een deel wel karakter zal zijn. Okay. En een deel gewoon ervaringen die ik heb meegemaakt. Misschien ben ik jong volwassen geworden, waardoor ik waar deze vragen mij meer bezig zijn gaan houden. Ja. En ook door mijn teamsport, toch wel gezien. Soms zit je in flow als sporter, soms niet. Nou, dat flow is heerlijk, maar hoe kom je daar dan? Ja. En dan zie je jongere teamgenoten er ook mee struggelen. Ja, dat is gewoon interessant. Ja. En niks mooiers dan mensen zich lekker laten voelen. Ja, lekkerder. Ik bedoel, het gaat toch altijd met ups en downs in het leven. Precies. Nee, ja, dat ontkom je niet aan natuurlijk. Nee. Nee. Hey, nog even teruggaan op je lezingen. Moet ik me ook zo voorstellen dat je op het podium staat met een PowerPoint presentatie met allemaal grafieken en dat soort dingen, of ben je PowerPoint vrij? Gebruik je videomateriaal? Of is het puur alleen jij op het podium met de interactie van het publiek? Nou, dat verschilt heel erg. Ik zei toevallig gisteren ergens, had ik ooit van een historicus gehoord van de PowerPoint is de rollator van de slechte spreker. Oké, ja. Houvast, hè? Ja. Moet ik wel bij zeggen dat ik wel altijd PowerPoint heb, want wat sheets werkt wel. Maar soms neem ik ook attributen mee uit mijn sport. Ja. Soms neem ik niks mee. Ik heb een keer een Michael Jackson pak aangedaan, dat ging over persoonlijke identiteit. Okay. Toen ben ik eerst 3 minuten Michael Jackson gaan dansen. Ja? Ik zweette hem helemaal kapot, was ik goed, schaamde me en hij was dramatisch. Maar voor mij ligt succes en falen dichter bij elkaar. En ik zeg altijd tegenovergestelde van succes is mediocrity, is middelmatigheid. Okay. Dus ik nam dat risico en die mensen zullen mij niet meer vergeten zijn. Nee. Dus nee, mijn dansact was niet goed. ik zweette maar het wat ik net wel. Zei, maar in die end was het wel wie ik was. En ik wou ze ook triggeren om te zeggen van waar sta je nou eigenlijk voor? Klopt het dat je ook, voor mij probeer jij ook wel direct een bepaalde soort barrière weg te breken bij je lezing, heb ik het gevoel. Als je zegt van nou, de ene keer ga ik Wil Helmers bijvoorbeeld zingen, de andere keer kom ik in Michael Jackson pak op. Kijk, het moet passen in de setting, dus ik doe niks voor niks. Maar ik geloof wel in als ik mezelf, ik ben gewoon wie ik ben. Ja. Dus als ik naar een presentatie rijd en ik denk in de auto, dit is nu gepast, dan doe ik dat. Ja? Zonder schaamte. Ik vind het nog steeds wel eens spannend. Ja. Maar ik geloof ook dat zolang je gewoon jezelf bent en kwetsbaar bent, heel erg cliché, maar dat dat uiteindelijk op de lange termijn werkt. Leuk. Toekomstplannen? Toekomstplannen? Heb je een visie voor de aankomende jaren voor jezelf? Dat je eigenlijk wil ik, wat ik net zei, mensen laten groeien in mijn werk vind ik hartstikke mooi. Ja. En mijn grote plan is wel om daar steeds meer impact in te krijgen en dat betekent dus voor mooie bedrijven presenteren, maar ook opdrachten doen, hoe meer impact je kan hebben. Ja. Dus daar wil ik gewoon in groeien, samen met mijn bedrijf. Ja. En je workshop geef je ook, hè, volgens mij. Is dat dan een halve dagsessie of een dagsessie? Want je vertelde net dat je met een groep advocaten yoga bent geweest te doen bijvoorbeeld. Ja, dat was in een dagsessie, maar yoga was maar een klein onderdeel. Okay. Maar we denken wel voor elk programma punt na. Ja. Dus alles heeft wel zijn reden. Maar inderdaad, workshops kunnen 2 uur duren. Over duurzaam presteren, energiemanagement. Je moet wel, in 2 uur kan je minder doen dan in een hele dag of een paar dagen. Precies. Ik zei al eerder, ik heb ook drijfveren opleidingen gedaan. Dus hoe mensen gedreven zijn. En daarmee doe ik ook soms dagen vullen. Dat ik met groepen aan de slag ga. En ze eigenlijk bewust maken van het feit hoe ze naar de wereld kijken. Ja. Heel gevarieerde agenda volgens mij, of niet? Ja, maar dat past ook bij wie ik ben. Dus is de keuze ook. Ja, en dat is belangrijk. Het is gevarieerd, maar uiteindelijk wel allemaal met hetzelfde doel. Mensen helpen. Mensen helpen, ja. Leuk. Ja. Ik wil je hartstikke bedanken voor je tijd en voor het interview. En, jij ook bedankt, ja, Robert. Graag gedaan, dankjewel. Mooie locatie. Ja, zeker. Dankjewel. U ook allemaal bedankt voor het kijken naar weer een nieuwe aflevering van Quality Bookings TV. Hou zeker de website goed in de gaten, www.quality-bookings.nl, voor nog veel meer leuke, diepgaande en gezellige interviews. Dank u wel.